Ja, Richard, wat een wedstrijd. Ja, zeg dat wel. Als je zo de eerste helft speelt en dan 2-0 voorkomt. En dan eigenlijk binnen 20 minuten zomaar weggeeft. Ja, eigenlijk is dat te gek voor woorden. En ja, gelukkig maken we dan nog 3-3. Laten we zien dat we blijven strijden, ook al zit het even tegen. En dan ja, uiteindelijk kunnen we nog gewoon 4-3 winnen als het even mee zit. De laatste paar seconden. Maar helaas. Ja, wat gebeurt? Wat is er met jullie aan de hand na rust? Ja, moeilijk. Ja, even geen flauw idee. Ja, we moeten even naar gaan kijken. En vanuit daar even. Ja, geen woorden voor eigenlijk, man. Geen woorden voor. Ja, jullie begonnen heel sterk. Kwamen ook kwamen in het eerste helft ook op 2-0. Hoe ga je dan de kleedkamer in? Ja, je gaat natuurlijk met een goed gevoel de kleedkamer in. Je gaat eerder op zoek naar de 3-0 dan dat je de bal gaat tegenhouden. En ja, dan valt hij geloof ik in de 52e minuut of zo, valt 2-1. En dan gaat het publiek erin achter staan. En dan wordt het allemaal wat lastiger. En ja, en ik sta het 2-2, 3-2. En lopen we achter de feiten aan eigenlijk. Ja, wat maakt dan het verschil in de tweede helft? Ja, moeilijk te zeggen. Ik denk dat we op zich de eerste paar minuten nog wel oké begonnen. Ja, we gaan wat opportunistischer spelen. En ja, die bal valt een keer goed. En ja, dan valt het 2-1 uit. En vanuit daar willen ze verder bouwen. Dus ja. Ja, jullie duurden precies 11 minuten. Toen jullie van 2-0 naar 3-2. Ja, in 11 minuten, hoe kun je het zo snel weggeven? Ja, moeilijk te zeggen. Ik denk onoplettendheid en een beetje geluk vanuit hun. En dan, ja, dan vliegen ze zo in, dat zie je wel. Ja, jullie hadden gewoon tot vandaag nog geen tegendoelpunt. En dan gaat het 3 keer zo makkelijk. Dat moet je wel aan het denken zetten. Sorry, ja, ik hoor het niet zo goed. Ja, sorry. Jullie hebben het hele seizoen nog geen tegendoelpunt gehad en nu 3 in 11 minuten. Dat moet je toch aan het denken zetten? Ja, dan gaan we even analyseren en dan gaan we nabespreken, want ja, dat moet natuurlijk niet kunnen. Hoe gaan jullie nu voorbereiden volgende week? Zoals we de afgelopen week hebben gedaan eigenlijk. Dus ja, gewoon op deze voet doorgaan en ja, dan komen de doelpunten vanzelf en de tegendoelpunten blijven hopelijk uit. Ja, over de hele wedstrijd te zien, is een gelijkspel terecht volgens jou? Nee, vind ik niet. Nee, ik vind dat wij deze pot gewoon moeten winnen en vooral de eerste helft gezien. Oké, ze hebben een paar, een paar doelpunten gemaakt, maar eigenlijk ja, we hadden gewoon deze pot moeten winnen.